cars with my name. Nou, ik ben Jan Twinio, ontwerper, en ik ben nu bijna 10 jaar bezig. 10 jaar geleden studeerde ik af van het FIA, Fashion Instituut Arnhem. En toen was de keuze natuurlijk van wat ga je doen? En ga je voor iemand werken of ga je niet voor iemand werken? Toen was voor mij heel simpelweg het besluit van, omdat ik eigenlijk wist altijd dat ik dit ging doen. En er was ook geen twijfel over mogelijk. En ik had op dat moment natuurlijk op de academie altijd met geen geld jurken zitten maken. En die men ook nog leuk vond. Dus zodoende is er eigenlijk altijd een cyclus blijven ontstaan. Omdat die gewoon ook natuurlijk in me zit van alles wat je verdient gaat weer terug in het bedrijf. En daardoor is alles nog van mij. En heeft het een hele natuurlijke groei gemaakt tot nu toe. En daar ben ik heel blij om. En nu zit je wel op zo'n, die 10 jaar is altijd zo'n balanspunt, om maar zo te zeggen. Om te kijken, wat ga je nu doen? Dus je hebt nu je naam opgebouwd, je hebt je naam gevestigd. En nu kun je weer nieuwe stappen en nieuwe... Het is een nieuwe ronde, komt er nu aan. En daardoor is het nogmaals heel leuk. Ik zou eerlijk gezegd niet meer weten wanneer ik een telefoontje kreeg. Maar het was in een hele drukke, hectische periode. Dat er in één keer hier ook een telefoon onder mijn neus geschoten werd. En dat gezegd werd tegen me van je moet even bellen. En in alle warrigheid van die dag van doorpassen en momentum ga je in één keer uit je... concentratie, om maar zo te zeggen, waardoor je aan de telefoon in één keer iets te horen krijgt wat in eerste instantie helemaal totaal niet tot je doordringt, behalve dan oh ja, oké, ik heb iets gewonnen en je hebt helemaal niet een besef wat je dan hebt gewonnen, dus dat is pas dan na de hand eigenlijk dat je in één keer denkt van holy shit, dat hebben we gewonnen en dat krijg je de eer die dat de eer dat je het krijgt en ook het momentum waar je in zit, omdat je zo'n heftig jaar hebt gehad qua rollercoaster. Het had niet op een beter moment kunnen komen dan nu, waardoor je ook even de rust kunt nemen om even zeg maar hele goede stappen en keuzes te kunnen maken voor de volgende 10 jaar. Een uur later denken, oh ja shit, wat een. Nou ja, wat goed dat mensen dat aanvoelen, dat nu moet. En dat het nu het moment is. Het mecenaat is heel belangrijk, want het laat eigenlijk gewoon heel simpelweg zien dat we in 10 jaar tijd een wereld hebben gecreëerd waarin mode in Nederland zichtbaar is geworden en belangrijk is geworden. Waardoor het ook laat zien dat iemand het belangrijk genoeg vindt in Nederland om middelen vrij te maken om voor ons even de rust te creëren om iets te doen. En een heel mooi gebaar waar mijn diepe woorden toen het tot stand kwam en ook toen je hem kreeg. Ik denk, we zijn natuurlijk een heel klein land en daardoor kijken we al heel snel over de grens heen. En daardoor is bij de Nederlandse vormgeving heel goed in is om groot te denken en de wereld als een speelveld te zien. En dat vind ik het hele spannende eraan en ook het hele leuke eraan. Ik zie mezelf in de toekomst verder bouwend. Dus verder bouwend aan de wereld van Jan Tomino. En de wereld van Jan Tomino houdt kleding in, houdt schoenen in, maar houdt ook interieur in. En omdat alles verhoudt zich tot elkaar en daar ben ik graag mee bezig. Dus de vrouw verhoudt zich tot een stoel, tot een glas, tot een bed waarin ze ligt. En om daarmee bezig te zijn en dat... Ook te ontwerpen is natuurlijk hartstikke leuk, waardoor je het plaatje nog meer compleet maakt van hoe gaat ze zitten in die stoel en hoe houdt ze dat glas vast en hoe drinkt ze daaruit en hoe kun je dat allemaal zo maken dat het allemaal elkaar nog meer complimenteert en dat is het doel. Dus ik hoop heel erg voor haar, waardoor ik heel veel van dat soort dingen kan doen.